Yo mensen, welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk de winnaar van de giveaway bekendmaken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo. Ik heb hier alle deelnemers. En ik ga ze nu dubbel vouwen. Hebben ze. Ik ga nog even door met dubbel vouwen. Zo. De eerste twee zitten erin. De ton vult zich langzaam. Ik ga zo meteen ook twee loodjes trekken. Want de eerste die ik trek, dat is degene die hem heeft gewonnen. Maar als degene die hem heeft gewonnen niet binnen een week reageert, dan krijgt het volgende loodje. En als die niet binnen een week reageert, nou dan ga ik overnieuw trekken. En als ik twee keer dezelfde trek, dan ga ik de tweede die ik heb getrokken eruit. En dan trek ik weer een nieuwe. Zijn jullie er klaar voor? De winnaar van de giveaway van de horloge. Super mooi horloge. Oké, ik vind het super spannend. Maar laten we gaan. 3, 2, 1. Oké. Grabbel. Oké, ik heb er eentje. De winnaar van de giveaway is Joran de Koele. Hartstikke gefeliciteerd met je horloge. Ik ga er nog één trekken. Oh ja, ik laat hem even zien. Bewijs dat hij het echt is. Kijk, Joran de Koele. Oké. Gefeliciteerd met je horloge. Ik ga er nog één trekken. Want als Joran de Koele niet binnen een week reageert, dan gaat de horloge naar degene die ik nu ga trekken. Oké. Oké. Grabbel. Oké. Lifehacker Nederland. Als Joran de Koele niet binnen een week reageert, dan gaat de horloge naar jou. Oké. Ik vond dit een hele leuke video. Hopelijk jullie ook. Er komen nog meer giveaways. Vergeet vooral niet te abonneren. En druk dan ook op het belletje. Dat je iedere week op de hoogte bent van mijn video. Doe natuurlijk ook een duimpje omhoog. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is: if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.